Ik heb ook altijd gezegd, ook tegen mijn vrouw en ook tegen iedereen, dat beeld komt. Want ik moest een kabel bouwen voor dat beeld. En dat is gebeurd. Ik wist dat die kwam, maar zo makkelijk was het dus niet. Waarom zit er zo'n hek voor? Nou, daarvoor is als er wat apart is of zo, dat het toch niet zo gauw wat gebeurt. Dat was de vrijste ook van de pastoor. Kort voor kerstmis, toen waren ze er nog van de parochiebestuur. En die zeiden, ja, maar dat beeld, dat krijg je niet. Ja, ik zeg, dat beeld, dat komt. Ja, nee, dat gebeurt niet. Nou ja, mijn vrouw dacht, ja, maar je krijgt niet, hoor. Die krijgt niet. Maar de eerste wel. Ik denk dat de pastoor ook invloed heeft gehad, op het laatst. Want de pastoor, die heb ik toen foto's meegenomen op de telefoon. En die heb ik het laten zien. En die vond dat geweldig. En ik denk dat daar ook de oorzaak is geweest toen. Dat hij toen even zegt, dat gaat deur. En Maria staat er. In Henks zelfgebouwde kapel aan de Veekaterweg in 's Heerenbroek. Veel passanten weten haar te vinden. Het loopt eigenlijk de hele dag door. Tot de avond toe. Ja, het is toch wel heel apart om zo'n mooi kapelletje te hebben in een gebied waar je eigenlijk niet wat verwacht. Het zou het meest noordelijke kapelletje op dit moment zijn van Nederland, maar dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. En waarom moest hier een kapel komen in het protestantse Kampen? Nou ja, dat heeft niet zoveel met de protestanten te maken, maar de protestanten vinden Maria Kapel ook goed en mooi. Tenminste, hier in de omgeving wel. Met de opening waren dus niet alleen de pastoor met de inwijding, maar ook dominees. En we hebben hier al 5 graden vorst gehad en de bloemen blijven mooi. Het is een wonder. Ja. Het is wel een wonder dat hij hier staat op beeld.